Ik zou ze de gastvrijheid meegeven, de Indische gastvrijheid en de taal ook. Ik heb zelf ook Indonesisch geleerd. En ik vond het toen ik klein was heel erg jammer dat ik het niet had meegekregen. Daarom heb ik het geleerd en nu wil ik het graag wel doorgeven aan mijn kinderen. En wat ik zou achterlaten, dat vind ik heel moeilijk om te zeggen eigenlijk. Ik zou eigenlijk alles willen doorgeven wat ik heb meegekregen. Achterlaten is de rivaliteit tegen de Molukken. En meegeven is het eten. Uiteraard. En de gezelligheid, de warmte. Dat altijd alles, iedereen over de vloer mag komen. Dat is iets wat meegegeven moet worden, absoluut. Wat ik mijn kinderen mee wil geven, de volgende generatie, is lekker eten, de gezelligheid met elkaar, bij elkaar zijn en dat in combinatie met lekker eten. Dat is wat je mee wil geven. En zijn er dingen die u achter zou laten? Of zeggen, nou, dat is echt niet meer van deze tijd? Is de opvoeding. Ik vind Indische opvoeding is iets te streng. Er wordt veel gebruik gemaakt van, of je een klap met, voor je hoofd. Ik heb zelfs nog meegemaakt met de riem vroeger. Dat was echt de opvoeding toen de tijd. En dat zou ik ze niet willen meegeven. Nee, dat niet. Ik zou mijn kind mee willen geven dat thuis werd er bij ons niet gepraat. Eigenlijk heel weinig over vroeger. En dat is iets wat ik wel zou doen. En ik zou hem zeker de Indische cultuur meegeven en helemaal het lekkere eten. Nou, lekker eten is natuurlijk altijd mooi meegenomen. Maar verder zou ik het eerlijk gezegd niet weten. Dat is natuurlijk toch waar we hier zijn. Toch? Het eten. De fles op het toilet zou ik niet meenemen. En de kookkunst en de taal wel.